Tim, het is toch ook wat, hè? Speel je een keer in een commercial met satésaus en voor je het weet worden alle hamburgers met diezelfde satésaus beplakt. Ja, ik vind het wel geinig, eerlijk gezegd. Ik vind het wel jammer dat ik dan ook weer niet in die reclame mijn liedje eronder zat. Maar ja, ik vond het wel heel erg geinig om te zien. En ik krijg er ook heel veel reactie op, moet ik zeggen. Dat, hey, dat is die hamburger van Tim. Dat is mijn laatste liedje geweest bij jou. En ja, dat is gewoon wel een heel te gek project geweest. Als je gevraagd wordt of jouw liedje mag gebruikt worden onder een commercial. Ja, dan is dat gewoon... Dat is gewoon een hele eer. En hij is gewoon heel veel gedraaid op tv. Dat heeft me heel veel goeds gebracht. En nu zijn we weer bezig met een nieuwe single. Komt aanstaande vrijdag al uit. De hele nacht bij jou. En ja, goed, dat wordt weer het volgende project. Dus zo gaan we steeds alweer door. De titel lijkt een beetje op één zomernacht met jou. Ja, dat is misschien wel een beetje vervolg. Nou, nu niet met Monique Smit samen, maar dat is gewoon helemaal alleen. Maar het is wel, ik denk wel dat het iets meer poppy is, het liedje, dan één zomeravond met jou. Maar het is absoluut wel een beetje een opvolger van dat liedje. Ja, daar kun je wel een beetje in hetzelfde rijtje kunnen wel zitten. Ik heb nu ook zelf de tekst ook mede samengeschreven met een andere jongen. En het is toch wel, het voelt wel een beetje als echt nu als mijn liedje, gewoon met mijn eigen tekst. En het gevoel dat ik heb van ja, dit is echt het liedje wat denk ik tot nu toe wel het meest bij mij echt past. En wat ik gewoon wel graag wil. En, ja goed, we gaan het wel zien welke kant het weer op gaat. De eerste reacties zijn in ieder geval heel erg positief. Goed, dat is gewoon mensen uit de muziekbusiness natuurlijk die het dan laten horen. En mensen van de platenmaatschappij die wel echt zeggen van... ja Tim, hier hebben we gewoon heel veel vertrouwen in. Dit moet gewoon wel een liedje van jou worden dat gewoon echt gaat scoren. Maar goed, ik heb in de loop van de jaren toch ook wel geleerd dat je gewoon dingen moet loslaten. En dingen op je af moet laten komen. En dan zien we vanzelf wel weer wat het liedje gaat brengen. Ja, ik heb wel een kleine vanochtend op Twitter een 30 seconden fragment laten horen. En daar waren de reacties ook op Twitter heel erg positief van mijn fans. Dus ja, dat is altijd leuk om te horen. Want dan, ja, de fans, dat is toch een beetje de graadmeter. Zij moeten je muziek leuk vinden. En als ze dan 30 seconden horen en ze zijn zo dol enthousiast, ja, dan ben ik al blij.